Ben je op zoek naar informatie over dementie? Dit zijn de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die de hersenen aantasten, waardoor ze informatie minder goed kunnen opslaan. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Bij alle vormen van dementie gaat het geheugen achteruit. Hoe snel dit gaat verschilt per persoon. Uiteindelijk kan iemand met dementie niet meer zelfstandig functioneren. Mensen met dementie zullen steeds meer vergeten en het overzicht over hun leven kwijtraken. Ook verdwijnt oudere informatie, bijvoorbeeld over gebeurtenissen, feiten, personen, uit hun geheugen. In een later stadium worden zelfs routineklusjes zoals aankleden, koffie zetten of een boterham smeren heel lastig. Bij dementie raken de hersencellen beschadigd. Door een verstoorde aanmaak van eiwitten verloopt de communicatie tussen de hersencellen moeizamer. In een klein aantal gevallen is dementie erfelijk, het zit dan in de familie. In deze gevallen ontstaat de dementie vaak op jongere leeftijd, namelijk al voor het 65ste levensjaar. Er is nog geen behandeling die dementie geneest, maar wel bestaan er medicijnen die de klachten kunnen verminderen. Dementie kun je ook niet voorkomen, maar uit onderzoek blijkt dat je met een gezonde levensstijl en door mentaal actief te zijn de kans op dementie wel kunt verkleinen. Je kunt het leven voor iemand met dementie op verschillende manieren makkelijker maken. Een vertrouwde omgeving is heel belangrijk. Zorg voor structuur, bijvoorbeeld door een vaste dagindeling. Praat in eenvoudige zinnen. Moedig iemand met dementie aan om mentaal en fysiek actief te blijven. En vraag bij angst, somberheid en fysieke klachten advies aan de huisarts. Tot slot nog even dit. Zorgen voor iemand met dementie is te zwaar om alleen te doen. Schakel voor praktische taken hulp in en zoek emotionele steun in je omgeving of bij lotgenoten. Vond je deze video interessant? Like hem dan en abonneer je op ons YouTube-kanaal voor meer psychologische tips.